Er zijn ook allerlei faxen binnengekomen. Ik heb het gezien, ja. Er is van alles aan de hand. Ik moet zo snel mogelijk naar de zaak. Maar je kan nou niet weggaan. We hebben gasten. Wat bedoel je? Ik bedoel dat ik niet met je maîtresse ga zitten ontbijten terwijl jij al naar kantoor bent. Er zijn grenzen. Anton? Anton? Waar is Martin? Goedemorgen. Hoe laat is het? Laat, waar is hij? Dat weet ik niet. Is hij weg? Ik weet het niet. Hij heeft kleren meegenomen en hebben jullie ruzie gehad? Wat is er gebeurd? Wat is er gebeurd? We hebben gepraat. Hij heeft van alles verteld. Ik bedoel, jezus, het was 6:30 in de ochtend. Hij heeft spullen gepakt en is er vandoor gegaan. Zijn auto staat er nog. Hoe kan die gek naar naartoe zijn? Is dit mijn schuld? Nee, natuurlijk niet. Maar ik begrijp het niet. Hij heeft kleren meegenomen. Hij zal toen niet met een koffer op de fiets weg zijn gegaan. Hij heeft mijn auto gejat. Sí, 30 kilates. Ja, dat is weer een schön. Selbstverständlich. Si quiero vuelo puedo visitarnos. Sí, señor. Ganz gut. Sí, claro. Tschüss. Wiedersehen. Nou, wist er niet één. Er zijn 6 kopers nu. Nou, dat is toch prachtig. Wie was dat? Dat is die Duitser alweer een tussenpersoon. Thomas, hey Thomas, ik weet niet. It's going great. A whole lot of people are interested. Thomas, er zijn er serieuze kandidaten bij. Ja, misschien niet allemaal van hen, maar Thomas, dat was een man uit Colombia. Oh, Adolfo González. Zou wel cocaïne zijn. Maar vanochtend, ik had een man. Zeer interessant. Nou, vertel. Oké, ik had de lawyer van de neef van de sultan van Brunei op de phone. Ik denk hij wil kopen. Geen probleem met de prijs en hij kan volgende week naar Amsterdam. Mooi, dat gaat snel. Dan gaat het zeker. Het gaat veel te snel. Thomas, je moet je telefoonlijstje nog doen en je moet nog tekenen. En vergeet je lunch met Van Rijzenhout niet. Ja, ja. Ja, de zaak gaat gewoon door. Thomas. Ik zal de saaie klusjes wel weer doen. Thomas, ik vraag me af of we niet nog even moeten wachten met het verkopen van de blauwe duivel. Volgens mij, ik heb zo'n gevoel dat er op de markt iets gaat gebeuren met dit soort diamanten. Waar heb je dat gevoel vandaan? Het is een kwestie van rekenen. Wat gaat het ons kosten als we die steen nog 1/2 jaar in ons bezit houden? Afgezet tegen wat hij ons dan oplevert. Moet je daar voorspellingen over doen? Ja, dat kan ik niet, maar het is een gevoel, een intuïtie. Ik vind dat we die steen niet te gemakkelijk weg moeten doen. Niet te snel, absoluut niet te snel, Thomas. Leo, als we die steen voor 12 miljoen verkopen, is de hele onderneming uiteindelijk een groot succes. En misschien krijgen we er iets meer voor, dat is dan jammer. Maar dit was de streefprijs, het zou prachtig zijn als we die kregen. Ik vind het zonde. Ja, ja, Thomas. Zonde vind ik het. Wat nou zonde? We hebben iets opgezet en het heeft succes. We maken winst. Winst? Jezus Christus, je hebt het over winst. Daar in die kluis ligt de blauwe duivel. Heb jij wel eens goed naar die steen gekeken, Thomas? Heb je er echt wel eens goed naar gekeken? Misschien moest jij eens een paar dagen vrijnemen. Is dat een dreigement? Wat is het? Ga je me dreigen? Nee, Leo, ik dreig niet. Ik zeg alleen, misschien moest je eens een paar dagen vrijnemen. Je ziet er slecht uit. Ik voel me prima. Wat een onzin. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. Wow! Nou, is iedereen alweer weg en zo? Ja. Goh, we zijn wel het zielige hoopje van de familie, hè? Ik bedoel, iedereen is in de weer en zo met romances, tv-interviews, diamanten. En wij zitten hier maar een beetje te kniezen. Ik vind het goed dat ik er anders over denk. Ja, al jij maar groot. Maakt het nog erger. Ach, jongetje. Praat toch niet over dingen waar je niets van begrijpt.
Heeft hij bij jou geslapen vannacht of bij haar? Bij haar dus. Nee! Godverdomme. Bij mij? Bakstenen, porselein. Dat hebben wij toch een dynamisch leven. Oké, zet me op de lijst. Ik bedoel, laten we beginnen met die Brunei. Die was er het eerst echt serieus bij. En zo'n drugsbaron, dat gaat vast mis. Oké? Oké. Zeg het maar. Ik heb hier een lot dat jij van de week gekocht hebt. Is dat helemaal nagekeken? Ik neem aan van wel. Hoezo, je neemt aan van wel? Heb je het nagekeken of niet? Gros gedeelte wel, ja. Mag ik erop wijzen dat de zaken hier gewoon doorgaan en dat alles gedaan wordt zoals we dat altijd doen? En ik wil dat elk lot geheel wordt nagekeken, al heb je het van je moeder gekocht. Heb je dat begrepen, Leo? We hebben het nogal druk, Thomas. Dan zeg je dat je daar geen tijd voor hebt, dan regel ik dat anders. Thomas? Ja? Jeroen Zadelhoff is hier. Oh, moet dat nu? Hij wil je even spreken. Nou goed, dan maar binnen. Thomas. Nog even over de blauwe draad. Nu even niet, Leo. Het lijkt me zo onverstandig. Nu even niet. Nee maar. Hoog bezoek. Ja, hoi. Wat kan ik van je inschenken? Koffie, thee, whisky? Ik hoef niks. Ga zitten. Dank je. Wat is er? Wat doe je formeel? Ik ben een beetje zenuwachtig. Zenuwachtig? Waarvoor? Ik wil iets vragen. Vraag me alles wat je wil. Heb je speelschulden? Ik wil vragen of je mee wilt werken aan een DNA-onderzoek. Een DNA-onderzoek? Waarvoor? Om vast te stellen of jij mijn vader bent of niet.